Hey allemaal, ik ben Emma en vandaag gaan we samen kijken welke goodies ik bij de NYX Store in Gent heb gescoord. Nu, belangrijk, ik ben niet alleen gaan winkelen, ik ben gaan winkelen met Kim. En Kim, dat is eigenlijk een vriendin van mij, of vriendin, nog misschien al een groot woord. Maar ik ken Kim al een aantal jaren, eigenlijk van de beginjaren dat ik met YouTube begonnen was. Dan was zij ook heel actief op YouTube met beautyfilmpjes. Zij is er nu een tijdje tussenuit gegaan en zij is nu opnieuw begonnen met filmpjes posten. Ik heb echt zo'n gezellige, leuke dag gehad met Kim. Ik heb echt mijn make-up bestie gevonden, denk ik. We hebben denk ik anderhalf uur in de NYX Store gezeten. Ja, zalig. Want dat kan ik met niemand anders buiten mezelf doen. Maar nu heb ik dus mijn make-up maatje gevonden om dat mee te doen. Maar dus, zij heeft ook een aantal mooie producten gescoord bij de NYX Store. Dus naar haar kanaal moet je zeker ook gaan kijken. En zeker een like geven naar de shoplog. Doe het een abonneerknopje. Hè? Gebruik die tool. Het zou heel leuk zijn om haar een beetje te steunen in haar opbouw. Het is nog vrij nieuw, ze is er nog maar pas mee begonnen, dus ze kan echt wel alle steun gebruiken. En ik weet, ik heb zo'n fantastisch goed publiek hier zitten, jullie daar. Jullie zijn echt de meest fantastische make-up vrienden, ik ga het gewoon zo noemen. Dus ik weet dat als jullie naar haar gaan, dat jullie haar zeker een hart onder de riem gaan steken, of een hand onder de riem, of je weet wel, ik ben heel slecht in uitspraken en dergelijke. Maar gewoon even naar daar gaan. Alle linkjes staan uiteraard hieronder. En gewoon even abonneren, een likeje geven op zijn minst. En dan ben ik heel tevreden. Goed, nu gaan we over naar de shoplog. Ik heb hier ook nog een zakje van de Primark staan. Ik heb niet superveel in de Primark gekocht. Maar ik ga het toch even laten zien voor ik aan de NYX goodies ga beginnen. Het eerste dat ik kocht was, ja, ik heb het eigenlijk al gebruikt en ik hoop dat je het goed gaat zien, want het is zwart. Dat is zo'n make-up organiseerbakje. En ik vond deze vooral goed omdat hij maar 6 lippenstift openingetjes heeft en hierachter nog 2 bakjes en een groot bakje. Want de meeste die komen niet met die 2 bakjes en ik vond hem ook fijn omdat hij niet transparant was. Ja, ik weet het niet. Ik zag deze staan en denk, yes, dit moet ik hebben. En die kostte ook maar 3 euro, dus dat is heel fijn. Ik heb gehoord dat hij ze... Wacht, wat had Kim nu ook alweer gezegd? In de Action of zo. Ik weet het niet waar exact. Maar je kan ze nog wel goedkoper vinden, de plastieke versies. Maar ja, deze zijn 3 euro. Dus ook niet de kop af. Hè. Dan kocht ik nog een contour en highlight palet. En toen ik thuis open kwam, dan kon ik wel wenen. Want in de winkel zag het er super mooi uit. Het was echt zo'n mooie, coole ondertoon van contour met echt zo een hele lichte kleur. Dus perfect voor bleke velletjes. En de highlight was mooi een goudachtige shimmery kleur. Champagne kleur eigenlijk. En ik deed het open. En ja, het komt er mooi uit. Heel erg leuk. En het is niet het juiste palet. Het is al gebruikt. Er staan dus vieze vingers in. Er staan echt krassen in. Het is vies en smudgy. En het zit niet in de juiste verpakking. Dus daar ben ik echt enorm teleurgesteld in. Ik had het misschien moeten checken. De verpakking, je ziet het, is al een klein beetje gehavend. Ik heb het gewoon genomen en ervan uitgegaan dat het normaal en goed was. Dus ik ben aan het twijfelen. We hebben hier een Primark in Brussel. Misschien dat ik gewoon even ga zien of dat ze het daar ook niet hebben. Het is 4,50 euro voor zo'n paletje. Nu ook niet de kop af, maar het is gewoon jammer als je niet krijgt waar dat je voor betaald hebt. En dan de laatste item dat ik in de Primark gekocht heb, zijn deze mini beauty blendertjes. En ik weet wat jullie denken. Oh Emma, die gaan niet handig zijn en die gaan niet zo goed zijn als de gewone beauty blendertjes. Maar ik kon het niet laten. Ik wou ze gewoon even testen, omdat ik gewoon ook voor mijn concealer regelmatig ook graag een gewoon zo'n driehoekig sponsje gebruik om dat in te blenden. En mijn grote beauty blender, ja, die is soms een beetje te groot inderdaad om te gebruiken. Dus ik ga deze een keer testen en ik hoop dat ze natuurlijk goed zijn. Maar we shall see. Dat waren de Primark goodies en nu gaan we uiteraard over naar de NYX spulletjes. Yay! Het eerste wat ik kocht was deze ombre blusher. Ik had eigenlijk een andere op mijn wishlist staan. Ik had zo meer een
paarsige, rozige. Maar er was heel erg veel uitverkocht. En onder andere ook deze. Dus ik ben voor deze gegaan. Want Kim die liet mij deze zien. Die had een swatch ook gedaan. Die zei, oh, dit is ook mooi. En ik zeg, ja, wauw. En ik kon het niet laten. Ik moest hem gewoon in mijn mandje steken. Dit is ook de blush en highlighter die ik momenteel op heb. Dus heel erg mooi peachy kleurtje met echt een rosy, shimmery highlight. Echt gewoon, wauw. Dit gaat echt nu weet ik dat al, dit gaat echt een van mijn favoriete blushjes zijn. Hij is vrij koraal, hij is vrij peachy, maar enorm mooi. En dit is de kleur Soft Flush, moest je dat willen weten. Tuurlijk wil jullie dat weten, sorry. En dan wou ik ook nog een ander blushje proberen. En dit is een meer, ja, ook weer een peachy rozig blushje. Ik zit waarschijnlijk in mijn peachy roze fase van blushjes. En dit is een high definition blush in Hamptons. Dus ook echt een heel mooi. Dit is een matte kleur. Dus ook ideaal als je graag een extra shiny highlight wilt. Dan is het fijn dat je een matte blush hebt. Dat is mijn mening. Ik wou ook graag iets voor de wenkbrauwen meenemen. Ik wou eigenlijk zo een position, zo'n heel fijn dun potloodje meenemen. Maar die hadden ze niet meer in mijn kleur. En dus ik heb voor die gel brow gegaan. Of de eyebrow gel. Ik heb de kleur blond. En ik heb hem nu ook gebruikt voor de eerste keer voor mijn wenkbrauwen. Excuseer een hikje. En ik moet zeggen, ik ben er echt heel erg enthousiast over tot nu toe. Het is een goede kleurmatch, brengt goed aan. Dus ja, ik moet hem nog een beetje verder testen. En uiteraard horen jullie dan weer in een review week video of dat dit ja, een must-have is of niet. Hè. Dan wou ik ook nog een aantal van de oogschaduwtjes uittesten. En ik was eerst gewone single eyes oogschaduwtjes in mijn mandje aan het steken. Maar dan besefte ik, weet je, ik gebruik heel weinig mijn single eyeshadows. Ik ben meer een paletjespersoon. Dus ik ben gegaan voor een 9 oogschaduw pan paletje. En ik moet eerlijk zeggen, ik had gedacht, ja, in de winkel ja, waren ze toe. Ik heb het eigenlijk niet echt open gedaan of zo. En ik had gedacht dat het een plastic paletje zou zijn, maar het is een kartonnen paletje. En dat vind ik persoonlijk zelf een beetje teleurstellend. Want ik ken mijzelf, karton gaat veel sneller vuil worden dan plastic. En ze kosten ook iets aan een 5 à 6 euro. Wat dus eigenlijk, ja, vind ik misschien iets te veel is voor een kartonnen paletje. Maar goed, hè, dan heb ik weer een plekje om oogschaduwtjes in kwijt te doen. Wil je graag de single oogschaduwtjes van MAC kopen? Van NYX kopen. Ze zijn exact even groot als de MAC oogschaduws. Dus als je nog een paar plaatjes over hebt in een MAC paletje, moet je ook zo'n paletje niet kopen. Ze passen perfect in je MAC paletjes. Just to know, hè. Oké, welke kleurtjes heb ik gekocht? Ik heb er niet genoeg gekocht om het paletje te vullen. Dus een excuus om nog eens terug naar de NYX te gaan. Kim, heb je dat gehoord? Dan moet ik wel met jou gaan, hè, want anders komt het niet goed. Hè? In ieder geval. Dus dit zijn de kleurtjes die komen in zo'n leuk doosje of hoesje. En ze hebben eigenlijk verschillende soorten. Je hebt de Prismatic oogschaduws, de Nude Matte oogschaduws en dan heb je de gewone Hot Singles. Ik ga eens even kijken waar ik mee ga beginnen. De eerste is een prismatic oogschaduw. En dat zijn eigenlijk heel erg glanzende oogschaduws. En daar heb ik deze heel donker olijfgroene van gekocht. Ik vond die heel erg mooi eruit zien. Ik had nog een aantal andere die ik wou. Maar die zaten er niet meer tussen. Het assortiment was echt, ja, er waren heel veel dingen out of stock, helaas. Dus ik heb deze meegenomen. Het nadeel is aan deze pannetjes dat de namen niet op de achterkant staan. Dus als je het in een paletje gaat doen en je gooit daarna nadien de verpakking weg, dan weet je wel niet meer welke kleurtjes dat het zijn. Dus ik ga met een alcoholstift op de achterkant de namen zetten, zodat ik ook weet welke dat ik heb. Want ik ken mezelf, dan ga ik naar de NYX store opnieuw en dan koop ik gewoon dezelfde kleurtjes. En dat is toch niet zo handig. En dit was trouwens de kleur Jade. Dan kocht ik nog dit olijfgroene matte oogschaduwtje. Dit heb ik ook vandaag op mijn ogen, maar er kwam dus niet veel pigment af. Hiervan ben ik dus tot nu toe echt niet onder de indruk. En dit is de kleur Covet. Ik hoop dat toch Covet? Ja, Covet. Dus ja, hier had ik hogere verwachtingen van. Maar ja, misschien dat ik ze wat meer moet proberen en dat het eerste laagje nog wat stijf is en dat je wat dieper in de oogschaduw gaat, dat het wat beter meevalt. We zullen zien.
Maar tot nu toe nog niet zo lined enthousiast. De volgende kleur is ook weer van de Nude Matte Shadows. En dit is Birthday Suit. En die heb ik over mijn volledige ooglid. Dus dat is die lichte, rozige kleur. Nee, dat is niet waar. Ik ben aan het liegen. Ik heb een andere kleur op. Maar in ieder geval, dit is Birthday Suit. En dit is met een, ja, een licht, rozige, nude, naturel kleur. En ook van de matte kleurtjes. Nog van de Nude Matte Shadows heb ik deze kleur gekocht. En dat is Blame It On Midnight. En dat is een beetje een warmere transitiekleur. Zo noem ik het toch. Een kleur voor in de arcadeboog. Die heb ik ook nu op mijn ogen. Pigmentatie Savani. Het is super fantastisch. Maar oké. Okay. En dan kocht ik dit felblauwe kleurtje. Dit is van de gewone Hot Singles. En dit noemt Electroshock. Ja, je ziet het echt een heel fel kleurtje. Dus ik ben heel benieuwd naar deze kleur. En dan de laatste van de Hot Singles is deze beige kleur, wit-beige kleur. Beetje de kleur zoals Vanilla van MAC, maar dan zonder dat minuscule kleine schimmeltje, want deze is ook eerder aan de matte kant. Pigmentatie, ça va, niet super om naar huis te schrijven, maar echt wel werkbaar. En die heb ik wel op mijn volledige ooglid aan. Dan kocht ik nog een product dat ook echt overhyped is op internet. En dat is deze. En dat is een highlighter, een vloeibare highlighter in Sunbeam. En ik heb heel veel geluk gehad, want toen ik pas in de winkel was, toen stond er geen enkel product in het schap. En dan na een paar toertjes in de winkel, stond er ineens wel twee. Dus ze hadden de schappen bijgevuld ondertussen. En dus ik heb de voorlaatste toen kunnen meeritselen. En ja, ik ben heel benieuwd naar de werking hiervan. Hij ziet er heel glanzend, heel shimmery uit, heel metallic uit. Dus ik ben heel erg nieuwsgierig. Nog een gehyped product zijn de gekleurde eyeliners. Dus de Vivid Brights. En ik heb hier van de gele gekocht. Ik weet niet waarom, maar ik heb zowel zin in een gele liner om daar een beetje mee te experimenteren. Ze hadden echt nog zoveel mooie andere kleuren. Zo paars en groen en rood. En ik zou ze graag allemaal hebben, maar we gaan beginnen met eentje. En ik weet niet, ik dacht geel, dat is zowel een kleurtje dat je niet snel meer ergens anders vindt. Paars en blauw, ja, die vind je nog wel ergens anders. Maar zo'n gele, die is dan toch weer net iets, ja, toch iets unieker. En die eyeliner is ook mat. En dit is de kleur, ja, ik weet niet of dat die specifiek nog een kleur heeft. Jawel. Vivid Halo, denk ik. Ja, ik denk Vivid Halo, Halo, zoiets zal het zijn. En dan nog een liner. En dat is echt totaal andere. Die gele was een matte kleur. En deze is echt glanzend, sparkly. Alles wat je maar nodig hebt. Echt metallic. En dat is een roze liner. Yes. Ik heb nog getwijfeld om de zilveren mee te nemen. Ik wou eigenlijk de beige, rose gold-achtige. Maar die was uiteraard uitverkocht. Dus ik ben voor de roze gaan. Die stond sowieso ook op mijn wishlist. En die heb ik nu ook aan de binnenkant van mijn ooghoekjes aan. En ik vind dit echt zo mooi. Dit is echt... En die blijft ook vrij goed zitten. Ik heb hem nu nog maar alleen vandaag aan. Dus ik kan er nog niet echt over zeggen op hele lange termijn. Maar ik had hem geswatcht in de winkel. En ik moest toch echt wel wrijven om het eraf te krijgen. Dus, en dit is de Glam Liner Aqua Luxe. Hij is ook waterproof. Dus dat zegt al genoeg. En ik heb de kleur Glam Pink. Dus echt, ja, ik vind die zelf heel erg mooi. En dan de laatste productjes. Uiteraard, jullie zitten er waarschijnlijk op te wachten. Want je kan een NYX-winkel niet buiten lopen zonder naar de gigantisch grote lippenstand te gaan. Ik denk dat ze toch wel het meest bekend ook staan om hun verschillende lipsticks en lipglossjes. Dus ik heb er natuurlijk ook een aantal gekocht. Ik had nu al redelijk wat lippenstiftjes en lipglossjes gekregen van NYX zelf. Dus ik heb er nu niet zoveel gekocht. Ik heb eigenlijk twee dingen gekocht die ik al heel erg lang wou. En dat zijn de Butter Glosses. Ik weet, gloss is nu op dit moment niet meer zo trendy. Maar voor het werk of zo, het zijn ook natuurlijke kleurtjes. Ik heb dat ook bewust gekozen, omdat ik ken mezelf. Als ik voor van die felle kleurtjes ga, dan blijft dat in mijn kast liggen. En dat is ook een beetje zonde van het geld. Dus deze twee kleurtjes heb ik gekocht. Ik heb een beetje een peachy koraal kleurtje gekocht. En ik heb een beetje een nudie bruinig, ja, paarsig kleurtje gekocht. Ik heb ze nu één keer gebruikt en ik vind ze heel erg fijn tot nu toe. Ik heb deze kleur op mijn lippen. Daar zal waarschijnlijk niet meer zoveel van te zien zijn. Nu,
Jullie weten dat, maar ik ben geen echte grote lipgloss fan. Maar tegenwoordig heb ik zo'n droge lippen dat ik het echt wel fijn vind om iets gehydrateerd te hebben. Of iets dat toch glans geeft en kleur. Ik ben een beetje over de matte trend. Ik heb het zo wat gehad met die matte liquid lipsticks en zo. Ik weet het niet. Ik ben er een beetje over aan het geraken. Dus vandaar misschien de glossjes. De kleur die ik nu net aangebracht heb is de kleur Angel Food Cake. Ah, dat is wel een bekende, denk ik. Hele mooie kleur. En dan de Coral Peachy kleur is de kleur Maple Blondie. Ja, Maple Blondie. Dus twee leuke lipglossjes. Ze zijn ook niet zo sticky. Ze zijn echt heel zacht van textuur. Wat ik wel echt heel fijn vind. En als laatste kocht ik nog een matte lipstick. Ze zijn niet echt mat. Als je echt mat wilt gaan, kan je beter voor de liplingeries gaan. Of voor de suede dinges, ik weet niet meer de naam. Maar in ieder geval, ze zijn meer creamy. Ze zijn wel niet glitterig of echt glanzend. Maar ze zijn wel echt super fijn om op de lippen te dragen. En ik heb deze kleur gekozen. Die had ik ook al langer op mijn wishlist staan. En dit is Whipped Caviar. En dit is ongeveer hetzelfde soort van kleurtje als mijn lipgloss. En ik zal nu even erover gaan, dan zien jullie het. En ik heb enkel mijn viewfinder om te zien, dus als het scheef zit, don't blame me. Zo, ook weer echt zo'n goed elke dag kleurtje om zo naar het werk te dragen. Zonder dat je moet denken, oh nee, gaat mijn lipstick wel niet uitlopen of zo. Ik vind dat soms heel vervelend. Donkere kleuren, ja, daar moet je eigenlijk echt wel zorg voor dragen. En voor zoiets, dat is slap, slap, slap. En ga met die banaan en peper in je gat. Dat is mijn quote dat ik elke morgen tegen mezelf moet zeggen. Kom aan, Emma, ga met de banaan en peper in je gat. En anders dan komt mijn dag niet goed. Oké, goed. Ik hoop dat jullie het fijn vonden om deze productjes te zien. Uiteraard ga ik van deze producten, van de meeste toch, die ga ik testen. En daar zal ik wel een review voor jullie online over zetten. Maar die komen dan meestal op zondag online. Dus kijk daar maar zeker naar uit. En niet vergeten om naar Kim haar kanaal te gaan en daar te abonneren. Zo, bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Dag!